Van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 137, legaal op strooptocht. Voordat we dit stukje lezen, moeten we u even vertellen dat het toch heel wat jaren geleden is dat dit plaatsvond en dat we er nu heel anders tegen aankijken dan toen. Maar ja, dat is voortschrijdend inzicht, zullen we dat maar noemen. Afgelopen zondagmiddag reden we ergens in de bush toen we zomaar een Landrover zagen staan. Misschien zijn het wel stropers, opperden wij, want wie rijdt er nu naar zulke afgelegen plaatsen? Toen we vlakbij waren en in de achterbak keken, zagen we daar een dode waterbok en een grensgazelle liggen. De dieren waren beiden min of meer nog warm. De Landrover was van een Arabier uit het dorp. We bleven een poosje staan en bewonderden de prachtige horens van beide dieren. We vroegen ons af hoe die Arabier het in zijn hoofd haalde om te gaan stropen. Maar op dat moment hoorden we stemmen en zagen we tussen de struiken en bomen door een groep mannen aankomen. Aan de uniformpetten van de verschillende hunner zagen we dat het van het Game Department soldaten waren. De assistent gamewaarden, een Somaliër van oorsprong, een Keniaan overigens, was met hen. Hij begroette ons joviaal en repte met geen woord waarom ze de dieren hadden geschoten. Maar hij zag wel aan onze gezichten dat we verbaasd waren. Ja, dat is ons werk, zei hij. Zelfs op zondag, dachten we, toch nog wat achterdochtig. Hij vroeg aan een van zijn soldaten om een mes. Hij sneed snel een hele achterbil van de grensgazelle en gaf die aan ons. Hier, zei hij, heb je een stukje vlees. In de loop der jaren hebben we het vlees van velerlei wild leren eten en waarderen en we waren er blij mee. Kom van de week nog eens langs, dan gaan we jagen. Daar hadden we wel oren naar en we beloofden dat we zouden komen. Nu kennen wij de Pappenheimers hier al zo'n beetje en als ze iets beloven moet je er geen gras over laten groeien, anders komt er nooit wat van. De andere dag reeds zocht ik hem op. Hij had geen tijd, want hij moest naar Mombasa. Kijk, daar heb je het al, dachten we, maar we zaten ernaast. Hij kwam groot uit de hoek. Weet je wat je doet? Neem twee soldaten mee en ga vanmiddag maar een grens schieten. Hij regelde het meteen. Om 2 uur reden we het Game Department kamp op, korrigeerde de kinderen achterin, de plaatsen voorin waren voor de soldaten, ze moesten zich nog in een broek hijsen, maar na een kwartier waren we op pad. Ze hadden 2 grote olifantenkarabijnen bij zich met 404 kogels. Eigenlijk geen kogels voor gazellen, maar goed, dat maakt niets uit, als het maar schoot. We kwamen al spoedig tot de ontdekking dat wij de weg, of liever gezegd de richting en treks in de bush, beter kenden dan de soldaten. Na een half uurtje rijden zagen we de eerste kudde grens. De geweren werden geladen en gingen behoedzaam en de mannen gingen behoedzaam uit de auto. We slopen zoveel mogelijk dekking zoekend achter de struiken en boompjes in de richting van de dieren. Toen we dicht genoeg waren, legde een van de mannen aan. Een daverend schot volgde. Een heleboel rennende gazelles en een van hen, een grote bok met prachtige horens, maakte een kwartslag en liep ook hard weg, maar hinkend. Voor ons was het mis, maar de man zei dat het dier gewond was. We zijn er bijna een uur achteraan geweest om het te zoeken, maar zonder resultaat. Het waren mijn schutters wel. Nog 3 schoten vuurden ze op het dier af voordat we het helemaal kwijtraakten. Allemaal ver ernaast. We begonnen te twijfelen of we voor het avond werd een stuk wild mee naar huis zouden brengen. We gingen verder en stoten weer op een groepje gazellen. Nu reden we er direct met de Landrover naartoe. Ze zijn minder bang van een Landrover dan van mensen. Er stond een aardig bokje op nog geen 50 meter afstand van de Landrover. Een van de mannen legde aan, liet zijn karabijn rusten op het geopende portier. Nou, dat kon niet missen. We hielden onze oren dicht. We houden niet zo van dat lawaai. Het gaf een daverende knal. Een hoop met stof en de gazelle. En de gazelle at gewoon door. Ze konden het zelf niet geloven, de mannen, de scherpschutters. En ze hadden de mond vol over. Een pechdag. Ze schoten opnieuw. Weer mis. Maar nu renden de gazelles weg. Maar goed, we verdeden niet te veel tijd aan het achterna lopen, want in zo'n grote bush zijn gazelles genoeg te vinden. We hadden nog een ander groepje in het oog, maar die liepen samen met een groep zebra's. Zebra's zijn tamelijk schuw en zetten het vlug op een lopen. De gazelles liepen mee. We reden met een grote boog door de bush, we hadden de zon en een kompas als richtingwijzer en plotseling stoten we op onze eerste aangeschoten exemplaar.
Zijn rechtervoorpoot scheen in stukken geschoten te zijn. De mannen eruit gingen de landrover uit, maar het bleek dat het dier nog vrij snel uit de voeten kon. Hij was niet alleen, maar met nog een stuk of zes van zijn aassoortgenoten. De mannen kwamen terug naar de landrover en zeiden, probeer hem van de rest te scheiden, dan krijgen we hem wel. We reden met de wagen op de kudde af en slagen erin om de gewonde makker af te snijden van de rest. Maar hij was nog altijd snel genoeg om er dicht genoeg bij te komen voor een succesvol schot. Maar de gedachte aan dat gewonde dier deed ons doorzetten. De grond waar we reden zat overal vol diepe kuilen en met de grootst mogelijke snelheid reden we overal kriskras doorheen. Soms schokten we bijna tegen het dak van de landrover aan. Maar na een half uurtje kwamen we in beter terrein. Er waren geen kuilen meer. We konden de snelheid wat opvoeren tot 30 à 40 kilometer per uur. De afstand tussen de grensgazelle en ons werd steeds kleiner. Het dier struikelde, stond weer op, maar de landrover was er nu vlakbij. We hadden zeer met dat beest te doen. Het was verloren. We joegen het vlak achter het dier. Het viel weer en we moesten remmen om er niet overheen te rijden. De soldaat stapte uit en schoot de grens zo dood als een pier. Een kunststuk. Het was een interessante middag waarbij we niet onder de indruk kwamen van het jachtopzieners scherpschuttersschilde. De mannen begonnen het dier te villen en sneden het in stukken. Op een dek van bladeren werd het vlees achter in de wagen geladen. We kregen zoveel vlees, de hele rug, weer een achterbil, de lever, wat ribben en wat we het liefst hadden, de horens. Het was bijna donker toen we richting west op de grote weg naar Malindi Hola stoten en naar huis gingen. Dank u, schrijfkouter.